Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Een wisselend bewolkt weerbeeld boven Nederland met wat gaten in het wolkendek, dus de zon schijnt af en toe. Maar soms is de zon ook even schuil. In de ochtend is het op veel plaatsen droog en hebben we temperaturen van 16 of 17 graden. Een zwakke tot matige wind uit zuid- tot zuidwestelijke richting. Vanmiddag neemt de kans op een bui iets toe, vooral in de noordelijke helft van het land... Misschien lokaal zoals een klap, onweer erbij 18 tot 21 graden. En bij zee staat een matige tot vrij krachtige wind, windkracht 4 tot 5. Vanavond verandert er niet veel. In eerste instantie neemt de buienactiviteit wat af. Maar in de loop van de avond van het westen uit weer een grotere kans op wat regen. Waarschijnlijk loopt het dan tegen middernacht. Morgen trekt die regen vrij vlot weg. Dan schijnt de zon van tijd tot tijd. Valt er nog een enkele bui en wordt het 17 tot 20 graden. Met wat geluk in het binnenland hier en daar 21. Een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. En die hebben we eigenlijk ook de dagen die volgen. Steeds kan er hier en daar wel wat regen of een bui vallen. Maar op alle dagen schijnt ook af en toe de zon. En doen we het met 18 tot 21 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.